gratis bier voor iedereen is de podcast waarin we onderzoeken of politici dat wat ze beloven financieel ook waar kunnen maken. Noem het de financiële kieswijze van BNR. Mijn naam is Esther van Rijswijk en ik duik samen met VU-hoogleraar Bas Jacobs in de partijprogramma's. Economenplatform ESB en Denktank IPE duiken mee. Vanaf nu in je favoriete podcast-app. Abonneer en mis niets. Elk huis is een eigen merk. Dat vinden wij bij Burbach Roycroft. Exclusive Property Navigator. De makelaar voor exclusieve huizen. Ook kennis maken? Ga dan naar burbachroycroft.com. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen en we zijn er weer. Het is 26 oktober 2021, de tweede podcast van deze week, Ochtendnieuws. We gaan je in 20 minuten bijpraten. We zijn, ik vind het gek, en Ivan Vrips. Goedemorgen Bas. Over het nieuws van dit moment uiteraard, inzicht in de dag die komt hier op BNR, de rest van de wereld en uiteraard op het Binnenhof. Gratis en voor niks te halen in Spotify bijvoorbeeld of op alle andere platforms. We gaan zo meteen alles over een wet vertellen waardoor we zelf mogen bepalen wat er met ons DNA mag gebeuren. Nou, bijvoorbeeld een coronatest. Maar we beginnen even bij de IC's. Want zorgprofessionals die vinden opschalen naar meer dan 1350 bedden op de IC's niet haalbaar. En zeggen ze, bovendien is er geen draagvlak voor. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit, lezen wij in de Volkskrant. Het gaat erom dat we met elkaar zorg kunnen blijven leveren en als opschaling tot meer ziekteverzuim en uitval leidt bij zorgpersoneel, dan zijn we nog veel verder van huis, zegt de NZA. Ja, er hebben gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden over dat verzoek van het demissionair kabinet van schaal nou tot eind december op, of van eind december tot april eigenlijk, naar meer dan die 1350 IC-bedden die we nu hebben, want we verwachten een grote golf. Alleen, ja, zegt de zorgautoriteit en dus alle achterliggende spelers, dat is eigenlijk niet mogelijk. Dat personeel dat er nu is, dat staat al zo onder druk, dat is echt uitgemolken. Daar kan je niet nog eens extra aan tornen of aan trekken om te zorgen dat die dat allemaal gaan trekken. We hebben nu 950 bedden, overigens. Ja, en daar blijft het dus bij. Ja, ja. Ja, en dan naar het kabinet. Dat heeft, althans, de burgers hebben straks meer inspraak als het gaat om DNA-materiaal. Staat in de nieuwe wet van het demissionair kabinet. Neem bijvoorbeeld die coronatest. We zouden dan zelf mogen zeggen wat er met neusslijm gebeurt. Want daar kan je ook DNA uit onttrekken. Hm. Ja, oké. Okay. Ja, een van de bijeffecten is dat het voor justitie en politie mogelijk wordt om juist zonder toestemming DNA-materiaal te krijgen. Zorgelijk, zeggen juristen en privacy-experts tegen BNR. Het gaat om de wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Ligt nu ter beoordeling bij de Tweede Kamer. Roland Bertens is universitair docent gezondheidsrecht aan het UMC Utrecht en advocaat gezondheidszorg. En hij legt uit welke bezwaren hij ziet tegen die wet. Nou ja, eigenlijk het belangrijkste punt is dat patiënten toestemming moeten geven voor het gebruik van lichaamsmateriaal. Dan zie je meteen dat de wetgever daar allemaal uitzonderingen ook op bedacht heeft. Dus bijvoorbeeld als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan lichaamsmateriaal alsnog gebruikt worden voor medisch wetenschappelijk onderzoek zonder dat er toestemming is gegeven door een patiënt. Nou ja, een heel concreet voorbeeld is dat die wet, die moet het mogelijk maken dat als de politie, als het Openbaar Ministerie bepaalde misdrijven vervolgt, hele zware misdrijven, dat lichaamsmateriaal eigenlijk zonder toestemming van de donor gebruikt kan worden. Dus er is een uitzondering voor strafvorderlijk onderzoek. En dat is natuurlijk best wel gevoelig. Als je lichaamsmateriaal zonder jouw toestemming, weliswaar onder bepaalde omstandigheden, maar dat jouw lichaamsmateriaal zonder jouw toestemming gebruikt kan worden voor strafrechtelijk onderzoek. En het is ook zo, de Nederlandse gezondheidszorg die kent heel erg veel wet en regelgeving. En dan krijgen we er weer een wet bij. En het heeft ook lasten voor bijvoorbeeld biobanken en voor UMC's en zo die dit soort spullen bewaren. Want die krijgen er weer extra informatieplichten. En dat heeft dus ook wel weer administratieve lasten, brengt dat met zich mee. Ja, zei Roland Bertens, universitair docent gezondheidsrecht aan het UMC Utrecht en advocaat gezondheidszorg. Het gaat over die wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Ja, er komt nogal wat lichaamsmateriaal in van die biobank, hè, zoals je dat mooi noemt, van burgers terecht. En dan denk je natuurlijk de laatste jaren aan coronatests, bij GGD's, bij commerciële partijen. Dat gebeurt op allerlei plekken. En het is op dit moment zo dat die monsters die worden afgenomen voor zo'n coronatest soms ook mogen worden gebruikt voor verder onderzoek door labs. Niet altijd, maar soms wel. Dus. Exact. Maar wat er dan precies mag, volgens de huidige wet, dat is niet altijd even helder. Die labs die je materiaal onderzoeken en bewaren, die vallen niet allemaal onder centraal toezicht. Soms is een beetje
beetje ondoorzichtig wat er nou met lichaamsmateriaal wordt gedaan en wat niet. Er kunnen bijvoorbeeld ook commerciële belangen spelen. En daarom is die nieuwe wet dus in de maak, die het gebruik van lichaamsmateriaal strakker moet gaan regelen. Je hoorde net al Roland Bertens, die is er kritisch op. Hij staat er niet alleen in. Allerlei organisaties hebben er zorgen over. Bijvoorbeeld de KNMG, de Artsenfederatie, die zegt de mogelijkheid voor justitie en politie om in specifieke gevallen zonder toestemming van de patiënt lichaamsmateriaal te mogen gebruiken, zal alle patiënten terughoudender maken in het afstaan van lichaamsmateriaal voor behandeling en wetenschappelijk onderzoek. Ja, ik kan je het voorstellen, als je even naar de coronateststraat gaat om daar even je neus te laten swappen, dat je gelijk onderdeel bent van een onderzoek van de politie. Strafvorderlijk onderzoek, ja. Terwijl je dat niet weet. Ja, KNMG dus, die vrees uitgesproken. Die wordt gedeeld door Vincent Beuren, directeur van Privacy First. Het grootste risico dat wij zien is dat dit inderdaad de testbereidheid onder de Nederlandse bevolking zal verlagen. En ook tot zorgmijdend gedrag zal leiden bij mensen in het algemeen. Dus even los van de coronatesten, zal het ook in het algemeen gaan leiden tot zorgmijdend gedrag. En dat is natuurlijk een groot gevaar voor je volksgezondheid. En zeker in deze tijd moet je dat absoluut niet willen. Wat ons betreft wordt het deel van opsporing en vervolging eruit gehaald, eruit verwijderd door de Tweede Kamer. Zo niet, dan zal er wellicht een rechtszaak van Privacy First aan te pas moeten komen. Ja, en Beuren zegt, ja, het gevaar sluimert erin dat die wet, die nieuwe wet, ertoe leidt dat er straks een centrale biodatabank komt waar ons DNA opgeslagen ligt. Deze wet creëert geen nationale DNA-databank, maar indirect komt het daar natuurlijk wel op neer als je ieders lichaamsmateriaal wat in elk medisch onderzoek is verkregen, inclusief coronatesten, ook kunt gebruiken voor opsporing en vervolging, voor alle mogelijke delicten. Ja, dan creëert dat natuurlijk indirect wel een soort van nationale DNA-databank. En dat moet je simpelweg niet willen in een vrije democratische rechtsstaat. Het grootste bezwaar wat we momenteel hebben is dat het ook voor politie en justitie mogelijk zal worden om lichaamsmateriaal wat in een medische context van mensen is verkregen, ook voor strafrechtelijke doeleinden te kunnen gaan gebruiken. Wettelijk gezien mag je sowieso geen nationale DNA-databank creëren. Dat is volstrekt niet noodzakelijk. Het is disproportioneel. Het is in strijd met de doelbinding. Het is in strijd ook met een ander klassiek beginsel. Dat is het verbod van zelfincriminatie. Ook wel nemo tenetu genoemd. Dat is het verbod om niet te hoeven meewerken aan je eigen strafrechtelijke veroordeling. En hierdoor komt dat eigenlijk ook op de helling te staan. Dus het is met allerlei klassieke principes in strijd. En dat vinden wij een foute ontwikkeling. Ja, Vincent Beuren, directeur van Privacy First. De NFI beheert nu al, het Nederlands Forensisch Instituut, een databank. Een databank voor strafzaken. Er zijn er twee eigenlijk, maar die databank voor strafzaken. Daarin ziet de profielen van verdachten, veroordeelde, ex-gedetineerden op vrijwillige basis, overleden slachtoffers, vermiste personen bij vermoeden van een misdrijf, ongeïdentificeerde personen bij vermoeden van een misdrijf en op een plaats delict aangetroffen of delict gerelateerde sporen. Dus dat DNA wordt dan ook opgeslagen. Maar dat is dan te linken aan een misdrijf. Ja, daar gaat het. Het zijn natuurlijk geen medische gegevens. Nee, dat is een ander verhaal. Ochtendnieuws. Als u nog herfstvakantie heeft en denkt, ik heb toch even niks te doen, dan kan je terecht op station Amsterdam Centraal, want daar kan je vandaag de vernieuwde Thalys bekijken. Nou, wat er allemaal veranderd is en nog gaat veranderen, vraag van Axel Enthoven, want dat is de man die de nieuwe Thalys heeft ontworpen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die Thalys, we kennen het als een mooie rood-grijze racetube, zal ik maar even zeggen. Was hij toen de facelift? Hij was, er is altijd een opvatting om de 7 jaar volledig de wagen te strippen. Mm-hmm. En nieuwe toestellen, dat gaat van airconditioning als het hele interieur, de zetels, de stoelen, de toiletten, de bar, die wordt volledig gestript en volledig vernieuwd. Juist. Ook de buitenkleuren worden aangepast. En deze keer is eigenlijk een vrij grote verandering geweest. Ja. Omdat er dus een vrij grote, langdurige studie geweest is over de nieuwe inzet van deze trein. Met meer comfort, nog meer voor zakenmensen, nog meer klanten. En de opdracht was ook, en dat was het moeilijkste namelijk, dat was je moest er 28 zetels per wagon bij krijgen. Zonder aan de kwaliteit van het zitten. En natuurlijk de mate tussen de rug en de andere zetel van de patiënt, van de reiziger achter u. Dus het was geen makkelijke klus. Het heeft ook 5 jaar geduurd. Want het is volledig telkens getest. Er zijn klantentesten geweest, meer dan 5000.
Ja. En dat in de vier landen, gaande van Parijs, dus de Frankrijk, ja. België, Nederland en Duitsland. Dus het is een heel multicultureel product. Dat moet aangepast worden aan verschillende smaken. Ik moet u niet vertellen dat een Nederlander vrij groter is dan een Fransman. Dus dat moet allemaal kloppen. Ja. Ik kan me voorstellen, meneer Enthoven, dat is een hoofdpijndossier geweest voor u. U zal blij zijn dat het klaar is, of niet? Ik ben eigenlijk blij. Ik ben altijd blij als het klaar is. En ik ben vooral ook fier dat het zo mooi geworden is. Precies, dat is natuurlijk mooi. Maar die buitenkleuren, wat kunt u daar een tipje van de sluier over oplichten? Hoe gaat het Thalys eruit zien? Wel, Thalys blijft altijd rood. Want dat is dus typisch de kleur die ze hoog in vaandel voeren. Dat is ook een van de weinige treinen in Europa die rood is. Ja. Maar we hebben er dus vrij leuke elementen in gebracht. Zoals bijvoorbeeld als de trein voorbij rijdt, dan krijg je een heel ander zicht dan wanneer die stilstaat. En dat gaat eigenlijk met lijntjes dat je opbouwt. Dat is natuurlijk niet zo makkelijk te realiseren, maar dat hebben we met taping gedaan. Ja. En hij ziet er veel frisser, veel jonger. En eigenlijk, je moet altijd ervoor zorgen dat hij tijdloos blijft. Je gaat niet aan mode de grillen meedoen. Mm-hmm. Je gaat aan stijl. En dat moeten vinden de mensen ook veel leuker. Want zo'n levensduur van zo'n trein, als u weet, is na 30 jaar. Met om de 7, vroeger was het 15 jaar, volledige hernieuwingen. Dan moet je wel iets maken dat niet aan de mode onderhevig is, maar dat gewoon een tijdloos ding is dat de mensen mooi blijven vinden. Juist, begrijp ik. Maar nog eventjes naar die wagons. 28 stoelen extra. Hoeveel stonden erin? Hoeveel moesten erbij proppen? Want je moet inderdaad niet zo... Wij moesten er 28 bij proppen. Wij hebben dan natuurlijk plus nog meer bagage. Ja. En dat doe je dan door de pitch van de zetel ietsjes te wijzigen. We gaan naar een iets actievere zithouding. Je zit gewoon rechtop. Je zit ietsjes rechterop, niet veel, maar wel zodanig dat je veel meer kan werken. Want je moet actief kunnen zitten als je werkt, als je je laptop gebruikt enzovoort. Mm-hmm. We hebben vrij lang op die stoel ontwikkeld, dat is een van de moeilijkste zaken geweest. Maar we hebben echt een zeer, zeer goede comfort overgehouden. Niet tegenstaan dat de pitch toch wel met 2 centimeter ingekort is. Ja. En dat we hebben moeten jongleren, zoals men zegt. We hebben echt moeten toveren om ook de bagagerekken te vergroten. Ja. Om juist de bagage dichter bij de mensen te kunnen brengen. Want in de vorige type was die soms vrij ver van de eigenaar, van de koffers. En dat gaf geen aangenaam gevoel. Nee, want je wil bij je spullen zitten. Dan nog eventjes. Ik zit straks te werken met mijn laptopje. Er zit ongetwijfeld een klapluikje in de stoel voor me. Heb ik daar ook licht? Heb ik daar USB-poortjes? Wifi hebben? Dat hebt u allemaal. Kijk. En dat hebt u niet alleen in de eerste klas, dat hebt u ook in de tweede klas. Kijk eens aan. Dus we hebben de tweede klas niet gepenaliseerd. Die krijgen evenveel comfort en luxe als de eerste klas. Het zijn een iets andere materialen. Het ziet er iets nobeler uit, zeker. Maar ook dingen, materialen die heel goed onderhouden. Maar dat is toch wel de filosofie geweest. Ja. Herbruikt kunnen worden. Dat is mooi. Circulair. Ja. Dus aan die normen, daar hebben we echt moeten aan voldoen. Juist. Meneer Enthoven, en nu heeft u even rust. Over hoeveel jaar krijgt u de opdracht om weer opnieuw aan het werk te gaan en weer alles eruit te halen en er nog eens 28 stoelen bij te plakken? Nou, ik weet niet of dat ik het zelf nog zal meemaken. Nee. Maar ik denk dat het toch nog een 7 jaar zal duren voor de nieuwe vernieuwing toe komen. Nou, bedankt u. Hij is straks te zien, hè? Hij is zo mooi dat het eigenlijk niet nodig zal hebben. Kijk al, dat zei de trotse ontwerper Axel Enthoven. Ja. Dank u wel van de vernieuwde Thalys die te zien is straks voor spoor 15A van Amsterdam Centraal. Kwart over 10 vertrekt hij richting Brussel en komt daar rond 1 uur aan. Dus als je niks te doen hebt vandaag, nou, leuk. Dan gaan we vooruitblikken op de kwartaalcijfers van KPN. Kan KPN weer verrassen? Dat is de grote vraag als de telecomreus straks die cijfers bekendmaakt. De vorige keer, het vorige kwartaal, was de winst veel hoger dan waar analisten op verwacht hadden. Weet het bedrijf de omzet stabiel te houden? Hoe zit het met de gevolgen van de coronapandemie? We weten eerder had KPN last van roaminginkomsten die tegenvielen. Want mensen gingen niet meer roamen, maar mensen gingen wel meer thuiswerken. Ja. Ja, precies. Analisten houden in de cijfers rekening met... cijfers die eigenlijk niet zoveel afwijken van dezelfde periode vorig jaar. De zakelijke tax zal naar verwachting wel wat minder omzet laten zien, denken althans de kenners van ING. Ja, KPN intussen pompt miljarden in glasvezel, maar krijgt concurrentie van een bedrijf dat eerder KPN nog zelf wilde kopen en toen zei, nou, dan gaan we het maar zelf doen. En hoe gaat het met die strijd? Hoe gaat het met de concurrentie? Hoe gaat het met de kostenbesparingen? Altijd een interessant onderwerp bij KPN. Veel vragen en hopelijk ook veel antwoorden. We spreken de CEO van het bedrijf, Joost Farwerken, in de reguliere uitzending van de Ochtendspits. Dan is ook onze collega Jelle Maasbach er weer bij voor de duiding van de cijfers en allemaal terug te luisteren, uiteraard via bnr.nl.
Turkse president Erdogan gaat toch geen ambassadeurs van westerse landen uitzetten. Hij neemt genoegen met een statement dat hij 10 betrokken landen twitterde. En dat komt erop neer dat ze zich niet meer zullen bemoeien met de interne aangelegenheden van Turkije. Onder die 10 ambassadeurs zitten ook de Nederlandse, die ook dreigde te worden uitgezet. Want ook die had zijn krabbel gezet onder een stukje waarin hij zei, ja, de Turkse regering treedt op tegen meneer, wat ze eigenlijk niet moeten doen. Die hebben ze, houden ze vast, dat hoort niet. Joost Lagendijk is correspondent in Turkije en nu bij ons. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, en dat kan Erdogan afvinken als gewonnen, punt. Nou, zo simpel ligt het niet. Nee? Want wat natuurlijk is gebeurd is dat hij in woede is ontstoken vorige week. Ja. En het dreigement heeft geuit en gezegd, nou, dat gaat gebeuren. En nu gaat het natuurlijk niet gebeuren. De 10 ambassadeurs blijven gewoon. Mm-hmm. En dat is nadat hij akkoord is gegaan met een Twitterbericht wat voor meerdere uitleg vatbaar is. En dat geeft aan dat de afgelopen dagen ook in Turkije op Erdogan is ingepraat. Dat als Turkije zou doen wat Erdogan had aangekondigd, dat desastreuze economische en politieke gevolgen zou hebben voor Turkije. En in die zin heeft hij zijn besluit eigenlijk teruggetrokken. En nou, dat wordt nu mooi toegedekt met de verklaring die voor meerdere uitleg vatbaar is. Ja, precies. Dus wat dat betreft is een diplomatiek handig onderrondje. Nog eventjes voor de mensen die het gevolgd hebben. Waarom ontstak Erdogan nou precies in totale woede? De aanleiding was een brief van de 10 ambassadeurs. Ja. En die ging over de gevangenname van Osman Kavala. Een zakenman, filantroop, die al 4 jaar in de gevangenis zit op basis van absurde aanklachten. Hmm. Waar geen enkel bewijs bij geleverd is dat hij betrokken zou zijn bij de coup in 2016 of bij een protest in 2013. Kortom, iedereen vindt dat die man eigenlijk vrijgelaten zou moeten worden. Ook het Europese Hof voor de Mensenrechten. En daar werd Erdogan aan herinnerd, pijnlijk, want hij zit nog steeds vast, Osman Kavala. Hm. Nou, daar was Erdogan heel kwaad over, ja. Onder het mom, waar bemoeien jullie mee? En daar kwam bij, in mijn ogen, dat hij dit ook aangreep om een soort anti-westische toon aan te slaan en het Westen eigenlijk de schuld te geven van de grote economische problemen in Turkije. Juist. Nou, nu is dus de diplomatieke rel afgewend. Wat betekent dit voor de band die 10 landen met Turkije hebben voor de toekomst? Nou ja, daar is natuurlijk toch wel een beetje een deuk in gekomen. Want ja. Wat blijkt nu, dat ook de buitenlandse politiek in Turkije afhankelijk is van de emotionele uitbarstingen van de gillen van de president. Ja, precies. En dat is natuurlijk toch onvoorspelbaar. Ik denk dat dat het woord is wat het beste de situatie samenvat. Het Turkse beleid is onvoorspelbaar. In dit geval nu is het niet gebeurd wat hij heeft aangekondigd. Maar de volgende keer, je weet het nooit. Ja. Dus dit is niet goed voor de standing van Turkije in de wereld. En ik denk ook dat de behoefte van Turkije aan buitenlandse investeerders, daar schreeuwt de Turkse economie eigenlijk om. Ja. Dat die nog wel 2 keer zullen nadenken voordat ze hun geld investeren in een land wat zo afhankelijk is van de gillen van één persoon. Dankjewel, Joost Lagendijk, correspondent in Turkije. We gaan kijken naar wat er vandaag in Den Haag speelt. Sophie van Leeuwen. Goedemorgen. In afwachting van mogelijk strengere coronamaatregelen is er vandaag gewoon weer een informatiegesprek bij Remkes en Koolmees. Klaas Knot van de Nederlandse Bank die komt langs. De man die waarschuwt voor een bubbel op de huizenmarkt en onder meer ook de eigen woning wil belasten in box 3. Ook Pieter Hazekamp die is erbij, directeur van het Centraal Planbureau, en Bas van der Dungen van de studiegroep Begrotingsruimte. En dat gaat natuurlijk over de vele miljarden euro's die het nieuwe kabinet, als het er ooit komt, wil gaan uitgeven. Verder is er natuurlijk het vragenuurtje op dinsdag en er zijn hoorzittingen in de Tweede Kamer over de problemen in de uitvoering, onder meer UWV en de Sociale Verzekeringsbank. En ook met de opstellers van het PwC-onderzoek in de toeslagenaffaire. Luisteren dus vandaag naar BNR. Ja, en dat moet je ook gewoon doen. Dat kan. Deze podcast is er vanaf 7 uur. Daarnaast zijn er allerlei mooie reguliere uitzendingen. We gaan naar de koppen. Financieel Dagblad. Frustratie over hoeveelheid rapportages duurzaamheid. Bedrijven vinden onderzoeken naar duurzaamheid, sociaal beleid en goed bestuur veel te tijdrovend. En ook in het Financiële Dagblad. Tumult deert Facebook financieel niet. Facebook behaalde in het derde kwartaal van dit jaar een 35% hogere omzet vergeleken met een jaar eerder. En het heeft natuurlijk te maken met al die verhalen van de laatste tijd. Ook strenge regels die Apple ingevoerd heeft. Maar in de omzet merkt Facebook dat niet. Nou, dan gaan we even over de nieuwe eventuele restricties voor ongevaccineerden praten die de missionair minister De Jonge wellicht gaat instellen.
AD. Toch restricties voor vaccinatieweigeraar, nieuwe maatregelen tegen coronagolf en in de Telegraaf. Voorrang met vaccin. Kabinet broedt op aanpassing van de coronapas. Ook aandacht voor dit verhaal in NRC. Mogelijk extra beperkingen voor mensen zonder een coronavaccin. Ja, in de NRC een festival in Met Je Gezicht. Kleine festivals in Limburg hebben met succes gezichtsherkenning ingezet om bezoekers snel naar binnen te kunnen laten. En de Volkskrant tot slot. Kort en hevige afsluiting A12 succesvol. Rijkswaterstaat is tevreden. Zegt dat dit soms beter werkt dan maandenlang steeds een klein beetje onderhoud plegen. Dan maar even kort en hard de snelle en stevige klap. Ja, dan nog één kort berichtje. Een 18e eeuwse zeilschip onderschept een 21e eeuwse narcoboot. Het is gebeurd. Het driemaster opleidingsschip van de Ecuadoriaanse marine, de Bark Guias, heeft vorige week tijdens een trainingsreis een zogenaamde narco-sub, een zelfgemaakte loodgrijs geverfde onderzeeër voorzien van drie buitenboordmotoren, in de internationale wateren voor de kust van Colombia onderschept en opgebracht. Zeilschip versus drie buitenboordmotoren. Geluk dus. De boot werd bestuurd door drie Ecuadoranen en een Colombiaan en die mochten nu gezellig meezeilen naar de dichtstbijzijnde haven met de 80 kadetten van de Ecuadoraanse marine aan boord naar de dichtstbijzijnde haven. Hoeveel drugs er zijn buitengemaakt, dat hebben de autoriteiten niet bekendgemaakt, maar je ziet maar weer, oude technologie wint het gewoon keihard van criminele innovatie. En dat was Ochtendnieuws voor vandaag. Morgen een nieuwe uitzending. Op de radio gaan we door met de ochtendspits, maar hoe je ook luistert, je krijgt sowieso de column van Marianne Zwagerman. De NOS had Dagmar, RTL kreeg Amanta en SBS sprak met Melanie. Vorige week dinsdag doken in alle nieuwsuitzendingen jonge vrouwen op met eenzelfde verhaal. Dan weet je, hier is een kundige spindokter aan het werk. In de ontplofte PR-bom speelde een hard roze kwastje de hoofdrol. Het zat in alle media-items. Om een of andere reden moet kanker bij vrouwen altijd in roze worden verpakt. Dat kwastje zit in de zelftest voor baarmoederhalskanker, die de Gezondheidsraad mee wil sturen met de oproep voor het bevolkingsonderzoek. Nu gooit meer dan de helft van de vrouwen die oproep ongeopend weg. Doe ik ook altijd. Als ik doodga, merk ik het wel. Ik kies niet voor een leven in angst. Bangmakerij is een belangrijke tool in de gereedschapkist van de farmamarketeers. Selling sickness wordt het genoemd in een serie artikelen in de Telegraaf over verspilling in de zorg. Een ziekte in de markt zetten, zodat mensen gillend naar de dokter rennen voor een pil of een vaccin. De angst die media fluitend helpen aanjagen stuurt de zorgkosten naar duizelingwekkende hoogte. Ook als je nooit naar de dokter gaat, betaal je als volwassen Nederlander gemiddeld ruim 6.000 euro per jaar aan zorg. En dat stijgt de komende jaren naar 15.000 euro. Veel van dat geld wordt verspild. De roze testjes uit de PR-campagne moeten 800 vrouwen die per jaar door baarmoederhalskanker worden getroffen eruit filteren. Er wonen 8,7 miljoen vrouwen in Nederland. Dat is als met een kanon schieten op een eitje van een mug. Vragen redacties zich dit soort dingen niet af voordat ze zendtijd inruimen? Blijkbaar niet. Ze buitelen ook over elkaar heen om berichten de wereld in te pompen over ziekenhuizen die overspoeld worden met ongevaccineerde coronapatiënten. Terwijl de cijfers anders zijn en ziekenhuizen zoals het Isala in Zwolle en het Radboud in Nijmegen op hun eigen sites proberen het beeld te corrigeren. Het RIVM kan nog geen data leveren over de vaccinatiestatus van patiënten. In de UK en België zijn er al wel officiële cijfers. Daar is meer dan de helft van de patiënten wel gevaccineerd. Dat de gecreëerde mediawerkelijkheid weinig meer te maken heeft met de realiteit, doet er blijkbaar niet toe. Dat het een voedingsbodem voor haat creëert, doet er blijkbaar niet toe. Als de angst voor ziekte maar wordt verkocht. Vastgoed in de zorg vraagt om een heldere visie en een krachtige aanpak. Bogor ontwikkelt uw zorglocatie. Bogor.nl. Bewezen goed in zorgvastgoed. Seizoen 2 van De Stijlpastoor. Wat draag je, wat drink je en hoe doe je dat? Met Arno Kantelberg. Ik neem je mee langs de crème de la crème van Nederlandse kenners en makers. Op zoek naar die dingen die het leven glans geven. Nu in je podcast-app. De Stijlpastoor wordt mede mogelijk gemaakt door The Macallan Single Malt Scotch Whisky.